De storm van half januari heeft grote schade toegebracht aan enkele woningen in de Nijmeegse wijk Zwaneveld. Enkele weken later is nog veel van de schade zichtbaar en zijn de woningen nog niet gerepareerd. De bewoners van de panden zijn teleurgesteld. Verzekeringstechnisch, hè? Nou, zullen ze wel weer gaan wijzen naar alle kanten uit. Ik heb ze op het begin ook al gedaan. Want de ene verzekering zegt van hun houden de boot af. En de andere verzekering zegt over de ene verzekering dat hun de boot afhouden. Vanmiddag komt er een aannemer. Ik zei, dan gaan we even mee om de tafel heen zetten van wat er allemaal moet gebeuren. Dus bij het ene huis is dat veel meer dan bij het andere huis. Ik zeg, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik zeg, en als ze al de handen tegen de muren aanleggen, waar de barsten in de muren zitten. Ik zeg, en die zeggen van, jongen, dat is gewoon niet goed. Klaar. Ik zeg, mijn vrouw die kreeg een telefoontje van de secretaresse van de burgemeester. En ja, dat was eerst eigenlijk een beetje ongeloofwaardig. De secretaresse van de burgemeester, dus, doe ze normaal, joh. Ja, het bleek dus echt zo te zijn. Ik zei, die wou toch langskomen. Ik zei, nou ja, je hebt het toen de tijd, met de eerste dag heb je gezien hoe het eruit zag. Ik zei, hij was eigenlijk ook wel benieuwd hoe in vredesnaam dat had kunnen gebeuren. En die wou dus eigenlijk die vorige week eigenlijk al langskomen. Dat gaat dus niet lukken. Ik zeg, we mogen zelf de huizen nog niet in. Ik zeg, dus waar we eigenlijk zelf dat we het naar een week later hebben gezet. We gingen er eigenlijk even vanuit van, dus zal die wel langskomen als dadelijk alles koekenij is. Maar ik zeg, hij mag het nog een vol ornaat zien hoe het erbij ligt. Nou ja, ik heb daags nadat de storm, 18 januari was het, was getrokken, was me al opgevallen dat het hier wel heel erg had toegeslagen. Dus ik wilde gewoon eens met bewoners zelf praten en zijn hart onder de riem steken, dat ik ook met ze mee leef. En ja, het is niet alleen het dak wat van je huis gaat, maar daarna het allemaal regelen met verzekeraars en zo. Nou ja, ik heb genoeg verhalen gehoord. Ik snap wel dat soms ook wat tot frustratie leidt bij bewoners. Aan de andere kant, er wordt nu wel gewerkt. Er wordt gerepareerd. Een enkeling is ook al teruggekomen. Ik hoop dat dat nu ook heel snel kan gaan. Het was eigenlijk gewoon een rustig gesprek. Ook vragen van waar wij zitten, hoe we bepaalde dingen moeten regelen. Ik zeg de materiële schade, de immateriële schade. Je moet van alles regelen.